en super leuk dat je hier bent bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een mega Shein shop blog. Het zijn echt ontzettend veel leuke items en ik ben er super blij mee. Zoals je kan zien is de helft nog niet geabonneerd, maar kijkt wel. Dus ben je nog niet geabonneerd? Vergeet me dan zeker niet te supporten door op die rode knop te klikken. Een nieuwe Shein shop blog. We've all been waiting for. Ik krijg altijd de vraag wanneer komt er een nieuwe Shein shoplog. En deze keer heb ik weer een mega gave bestelling. Het is veel, het is leuk. I'm obsessed with it. Ik kan niet wachten om te zien hoe het allemaal staat. Ik ben echt ontzettend enthousiast over de items. Heb je nou zin in deze video? Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet zeker niet natuurlijk op mijn kanaal te abonneren. Zoals ik jullie al zei, is bijna de helft niet geabonneerd, maar kijkt wel. Dus ben je nog niet geabonneerd, vergeet me zeker niet te supporten door op die rode knop te klikken. En vergeet zeker niet een kijkje te nemen op mijn Instagram. Het is @sarahvoort. Het zou natuurlijk geen goede Shein shoplog zijn zonder een goede, lekkere kortingscode. Deze kortingscode is geldig tot eind september. Ik heb namelijk een langdurige samenwerking met Shein. En ja, hierdoor blijft de code altijd geldig. Dus maakt niet uit wanneer je deze video kijkt. Tot eind september is de code geldig. Daarna komt er een nieuwe. Zal er een nieuwe komen, zal ik een update plaatsen in de comments. Maar het is nu 115 Sarah Q2. Dus het zal hier staan. En dan krijg je een 50% extra korting bovenop je bestelling. Dat kost natuurlijk allemaal wat minder geld daar. Dus hoe chill is die extra 15 euro 50% korting. Dus dat wil ik natuurlijk gewoon nog even meegeven. Ook even om de lucht te klaren. Je hebt geen invoerrechten bij Shein. So don't worry. Ik krijg altijd de vraag. Maar alle extra kosten die er wellicht zouden kunnen komen, zijn voor Shein zelf. Dus don't worry, je hoeft niet 40 euro invoerrechten of iets te betalen. Maar zoals je ziet heb ik weer een ontzettend grote doos vol met kleding. En ja, ik ben ontzettend benieuwd hoe het allemaal gaat staan en wat het gaat zijn. Dus laat hem openen. Het kan zijn dat het licht nu een beetje anders uitziet. Ik heb namelijk een kleine lichtinstelling gedaan. Misschien denk je, ik zie helemaal niks. Maar dat kan dus wat verklaren. Ik begin gewoon bij het eerste wat ik zie. En dit is een ontzettend gaaf jurk. Echt een ja, feestelijke gala jurk. Ja, niet normaal prachtig. Hij is deze kleur. En dan loopt hij lang uit. En hij heeft een split bij de been. Echt, oh, ik ben echt benieuwd hoe mij dit gaat staan. Hij ziet er natuurlijk een beetje gekreukt uit nu. Ik heb hem in de maat M. En, oh, ik denk dat ik hier, oh, ik kan niet wachten om dit aan te doen gewoon. Oh, wauw, hij is echt boven verwachtingen mooi. Hier heeft hij dus echt een soort, ja, soort opgekropt. En dan zit er dus een split. En hij zit echt perfect aangesloten. Hij lijkt wel groter van achter zo mooi. Ik heb nu strapless BH eronder aan. Ik zou in principe ook geen BH aan kunnen, maar ik vind het wel mooi omdat het echt zo'n lijn heeft lopen. Wauw. Dit is toch echt geweldig. Ja, dit vind ik echt amazing. Oh, dit komt, ja, dit accentueert wel echt je lichaam als je heupen hebt. Het is wel heel hoog. Ja, oh, maar ik zou niet weten. Ja, dit wil ik echt voor iets speciaals houden. Ik vind het zo mooi. Passend hierbij heb ik hele mooie zwarte hakken. En ik zie deze hakken zo vaak. En elke keer denk ik van, is het wat voor mij? Zal ik het kopen of niet? Daarnaast wil ik jullie vertellen dat ik altijd een maat groter doe voor schoenen, hakken, alles op Shein. Dus ja, ik heb nu maat 39, normaal heb ik maat 38 mis met schoenen. Het wordt ook echt geleverd in een schoenendoos. Oh, ik ben echt benieuwd hoe ze gaan staan. En het zijn dus hakken. Ze zien er zo uit. En deze moet je dus zo om je benen knopen. En ik vind het zo een mooi luxe effect hebben. En ja, dit doe ik ook op speciale gelegenheid. Maar ja, ik ben er verliefd op. Ik vind het echt geweldig onder een jurkje of een feestje. Een 21 dinner of iets. Love it. Dus ik ben benieuwd of ze passen. Nou jongens, ik heb de hakken aan. Echt wow, amazing dit. Het staat echt perfect. En ze zijn niet te hoog. Daarom heb ik ze gekozen op ook hele hoge. Maar ze zijn gewoon lekker, ja,
loopbaar. Zeg maar, hier zou je echt de hele avond op kunnen lopen en je hebt het bijna niet door, zeg maar. Heel erg gaaf. Echt, oh, love this. Ik heb ze een beetje strak zitten. Moet nog een beetje kijken hoe dat echt goed en lekker zit. Maar ja, love it echt. Oh, wat staat het leuk, zeg. Sowieso vind ik het echt een lifehack om hakken te kopen op Shein. Hakken doe je echt bijna nooit aan. En hier kost het natuurlijk echt geen rol. Dus dan is het niet erg als je ze maar een paar keer aan hebt gehad. Dus ja, dat vind ik echt een lifehack. Dan gaan we door met het volgende jurkje. Dit jurkje heeft lange mouwen. Dus die zou ik in principe wat langer aan kunnen doen. En deze heeft echt super leuk fel kleurtje. Oh, wat een leuke kleuren allemaal. Ik word er helemaal blij van. Dit is zo leuk op een foto. Ik ga deze binnenkort shooten in Amsterdam. Dus ik denk dat ik heel veel van deze kleren mee ga nemen. Zo ziet het jurkje er dus uit. Lange mouwen. Leuk rokje. En heeft knoopjes. En daarbij zit dus een koordje om hem om je middel te binden. Heel erg leuk. Eigenlijk echt leuk voor een beachparty of zo. Oh. Als dat allemaal nog komt, ik hoop het. Wederom een ontzettend leuk jurkje. Wat het leuke is, is dat deze soort heel erg lang hierin is. Dus je hebt echt een soort, ja, schattig rokje. Zeg maar als je een rondje draait. Wow! Wat leuk! Ik vind deze hakken er ook echt ontzettend leuk bij staan. En dat koordje maakt het wel vooraf dat het gewoon, ja, even wat meer vorm in zit. Anders echt zo'n lompe zak om je heen. Ik vind het leuk om die mouwen dan een beetje zo hoog te doen, omdat die mouw een beetje zo valt. Leuk met knoopjes, leuk kraagje. Helemaal schattig, joh. Dit vind ik echt een jurkje dat ik heel leuk vind. Voor mij heb ik dit jurkje dus wel eens gezien bij Fik, toen ik met haar ging filmen. Toen vond ik het zo'n leuk jurkje. Toen zag ik hem dus op Shein en toen dacht ik echt, I need that. Wat ik hier dus ook leuk bij vond, was roze hakken. Ik heb nooit echt gekleurde hakken. En de laatste tijd zie ik op Instagram best wel vaak echt zo'n één felle pop met kleur van groen of roze of echt fel blauw in een best wel basic outfit. Dus ik dacht, hoe leuk als je gewoon knalroze roze hakken, nou, onder zo'n jurk zou ook leuk staan, maar onder gewoon een jeans met een topje, weet je wel. Hoe leuk is dat? Dus heb ik dezelfde soort hakken die ik nu heb, met een iets minder hoge veter in het roze. Jongens... amazing. Ik heb deze stiekem ook besteld met gedachten achter 21 dinner van Anne. Anne heeft namelijk over 2-3 weken haar 21 dinner. En dan heeft ze als thema dat je elk persoon helemaal in één kleur moet gaan. Echt ontzettend leuk thema. En ik ga dus helemaal in het knalroze. Dus of course ga ik deze hakken erbij dragen. Ik heb zelf dit jurkje die ik aan ga doen. Heel erg leuk. Met roze hakjes. Echt. Oh, dat wordt zo leuk. Maar goed, ik ga deze eventjes aandoen. Ik heb deze ook expres weer niet met een hoge hak gekozen. Zodat ik er de hele avond op kan lopen en het gewoon loopbaar is. Oh my god, nou. Wederom echt amazing gewoon. Dit wil je gewoon. Ik vind dit zo, zo leuk. Ik kan er niet over uit. Ik vind het ook heel leuk onder dit jurkje. Ja, ze zit echt perfect. Het enige verschil is dat deze draadjes iets meer van plastic zijn. En bij dat andere is het weer soort, ja, leer. Ik denk dat het echt leer is natuurlijk. Maar het andere structuur, zeg maar. Maar ja, echt, ja, heel leuk. Super leuk voor 21 dinner ook. Oké, het volgende dat ik zie is dit schattige printje. Ik hoop dat dit een jurkje is of een jumpsuit, zoiets. Jongens, heel leuk. Dit heeft een open rug. Kijk hoor, het ziet er zo uit. Zo ziet hij eruit. Bandjes. En van achter is hij dus open en kan je hem strikken. En het is een jumpsuitje. Dus echt chill, want dan als je bukt zie je zeg maar niet je kont. Dat vind ik wel heel chill, een jumpsuit. Waarom heb ik dit niet eerder ontdekt? Aan het begin van de zomer. Ja, dit is toch te schattig voor het leven. Dit is echt zo'n leuk... Oh, wat schattig dit. Ik heb hier dus even geen BH onder. Want anders zie je dat natuurlijk achter. Maar ik vind het gewoon prima kunnen. Het zit mooi. Ja, echt schattig. En ja, het is gewoon chill dat het een jumpsuit is. Want daardoor kunnen ze dus niet gluren. Niks over te zeggen. Ik vind het gewoon kut dat dit was pas het begin aan het beetje aan het einde van de zomer ontdek. Want ik had hem denk ik het liefst veel gedragen. Het is hier natuurlijk in Nederland niet heel erg mooi weer. Maar ik ga wel nog naar Barcelona. Dus
dit wordt zeker een item die ik mee ga nemen. Echt 100.000%. Oké, dan hebben we nog een jurkje. Ik heb echt, ik ben helemaal verslaafd jurkjes. Oh nee, dit is een two-piece. Boven topje ziet er zo uit. Dit is ook heel leuk voor Barcelona. Dit is het topje. En dit is het rokje. Heel erg leuk. Een keer even wat ander kleurtje. Echt een groene print. Dat heb ik nog helemaal niet, zo'n soort kleur. Ik heb trouwens van alles maat M. En sowieso staat alles altijd in de beschrijving. Nou jongens, dit is toch te leuk. Dit is gewoon te leuk. En ik vind het gek genoeg. Zijn het hele foute kleuren bij elkaar. Maar ik vind het nog een soort schattig staan. Die roze hakken bij het groen. Het rokje is ook lang genoeg. Daar was ik heel bang voor. Maar echt perfecto. Heel erg leuk two-piece setje, ja. Deze gaat echt 100.000% mee naar Barcelona. Ik ben er maar 4 dagen, maar ik weet nu al dat ik echt 5 keer per dag me ga omkleden. Dat ik alles aan wil. Oké, dan hebben we hier nog een jurkje. Deze ziet er wel heel kort uit hoor. Wacht even. Dit is leuk. Ik denk dat dit zo gekruist moet. En dan knopen. En dan het lijfje ziet er dus zo uit. Het is dus wel heel krap en kort. Maar ik denk dat het wel een beetje uitrekt. Ik denk dat dit ook heel gaaf is. Dit heb ik ook in de maat M. Ja, ik heb volgens mij alles gewoon in de maat M hoor. Oh mijn god, ik ga dit aandoen. Nou jongens, dit is toch precies wat je wil. Dit is toch geweldig. Dit is zo schattig. Hij is wel een beetje aan de korte kant. Ik zou hem wel vaak moeten aantrekken. Maar kijk dan, je rug is gewoon helemaal mooi open. Dit sluit echt van de zijkant zo goed aan. En ja, ik heb hem dus zo geknoopt dan dus. Ja, echt. Waarom had ik dit niet op Gerso? Ik ook leuk gewoon met die roze hakken. Even zo'n kleurtje erbij. Ik heb ze nog steeds aan de nul. I'm obsessed. Zo goed lopen ze dus ook gewoon. Oké, en dan het laatste jurkje. Dit is ook weer een chic jurkje. En deze is in het beige. Heel benieuwd hoe mij dit gaat staan. Een soort zijde jurk. Van boven ziet hij er zo uit. Hij heeft hier wel een rits aan de zijkant. Dat is heel chill. Dat is hier ook een soort gepoft. En hier aan de zijkant kan je hem nog aantrekken dat je een soort split krijgt. Oké, dit is echt ontzettend moeilijk om uit te leggen. Maar dit is echt een hele mooie, chique jurk. En ik denk dat dit echt zo mooi gaat zijn. Jongens, dit is echt niet normaal. Dit is echt niet normaal mooi. Kijk hoe goed dit zit. Je hebt hier dus dat je het kan aantrekken. Dat je zo'n split krijgt. Hij zit zo ontzettend mooi en goed. En aan de onderkant is hij wel een beetje gekreukeld, zoals je kan zien. Maar ja, dat komt natuurlijk omdat het in de zak zat heel lang. Ik vind dit dus zo mooi. Ik weet dus echt maar niet waar ik dit naartoe ga dragen. Misschien wel gewoon met uitgaan in Barcelona. Ik weet het niet, maar echt geweldig. Ja, ik weet ook niet waarom ik dit dan weer uitkies. Maar ik zie dit staan en dan denk ik, dit moet ik gewoon hebben. En ik weet niet eens wanneer ik het aan ga doen misschien. Ja, dit is ook wel echt zo'n white party dress. Het wordt echt wel een beetje donker buiten. Dus het licht is echt... Oké, door naar het volgende. Jurken zijn we klaar mee. Ik heb hier een chill pakje. En deze is echt heel erg leuk. Dit zie ik ook best wel vaak de laatste tijd. Het is een kort broekje. En er zat hier in het onder aan tennisbal. En dan heeft hij zo'n leuk topje erbij. Echt ontzettend cute. Je kan eigenlijk een soort van weinig fout aangaan. Maar ja, heel erg schattig, leuk. Echt, het voelt gewoon eigenlijk alsof je niks aan hebt. Het zit zo lekker zacht en comfortabel. Zo ziet het eruit. Broekje sluit mooi aan. Ook over mijn bibs heen. Ja, leuk topje erop. Nou, ik zie er ook gewoon niet meer uit. Wat gebeurt er? Oké, dan heb ik als laatste nog een topje. En dan heb ik nog 3 hele leuke bikinis. Ja, ik ga natuurlijk naar Barcelona en wil ik weer nieuwe bikinis. Want ik ben al mijn bikinis nu alweer zat. Dus heel leuk. Hetzelfde soort idee als die zwarte jurk die ik had. Dus zo'n top. Maar dan moet je die dus zeg maar zo kruisen om je heen aandoen. Heel erg leuk, denk ik. Oh my god, ik vind dit zo leuk. Ik weet niet wat het is, maar... Ja, het is eigenlijk zo simpel. Maar zo ontzettend leuk. Ik denk, ja, dit wil ik echt gewoon op een spijkerbroek of zo. Heel erg leuk. En van achter heb je dan... Mooi, zo'n blote rug. Oh, wat chill. Heel erg leuk. Ja, echt ontzettend leuk. Er is eigenlijk nog geen 1 item dat ik van denk, nou, dat ga ik echt nooit dragen. Of, dat vind ik niet leuk. Oké, ik heb nog 3 kleurrijke bikinis. En 1 zo'n cover-up. Die vind ik super chill. Dus ja, we beginnen gewoon bij het begin. Roze bikini. Zo.
ik moet denk ik gewoon aan. Ik vind het patroontje heel leuk, het gevlekte. En dan zit er een broekje bij, gewoon een heel simpel broekje. En dat zie je de laatste tijd heel vaak, zo'n rokje eromheen. Dat vind ik ook heel leuk. Het is eigenlijk ook gewoon een cover-up, maar dit is matchy met je bikini. Oké, jongens, ik heb het eerste bikini aan. Ik heb echt geen idee of die goed zit. Ik heb echt maar wat gedaan. Ik had zo lang touw over. Ik dacht, wat moet ik ermee doen? Dus ik heb het nu maar gewoon hier zo om mezelf heen geknoopt. Op zich vind ik het wel leuk uitzien. Ik vind het wel echt een leuke bikini. Heel leuk om met het rokje erbij. Gewoon, ja, om het even wat speelsers te maken als je gaat zwemmen. Doe het ook gewoon uit. Dan heb je gewoon zo'n bikini. Oké, dan de volgende bikini is met twee kleuren, oranje en blauw. Ja, dit kan natuurlijk heel erg vloeken, maar ook ontzettend leuk zijn. Volgens mij is dit gewoon een triangle bikini. Ik vind het echt zo'n gaaf printje. Echt heel erg leuk. Broekje, denk gewoon zo. Broekje zo. Ik weet het niet. En hier zit dus ook zo'n bijpassend soort cover-up. Oké, het licht is een beetje anders, want het regent en het is echt super donker buiten. Dus sorry, ik kan er ook niks aan doen. Dit is de volgende bikini. Gaat dus gewoon een triangle, ja, bovenstukje. Dan heb je dus dit eroverheen. Het boekje is dus wel echt heel erg, ja. Het is anders wel echt heel erg, zeg maar, string. En dat vind ik een beetje ongemakkelijk of zo. Ik vind het patroontje ook super, super leuk. En dan laatste bikini, een felblauwe bikini. Dat heb ik nog helemaal niet. Hoe kunnen ze dit maken? Want ik snap er dus helemaal niks van. Ik moet het denk ik gewoon aantrekken. Nou weet je, ik ga dit gewoon aan. Volgens mij zit ook zo'n soort bikini. Met een simpel blauw broekje. Ik snap echt geen rol van deze bikinis. Ik weet echt niet hoe het werkt. Maar ik vind het wel heel leuk. Ik moet gewoon even goed naar een plaatje kijken of zo hoe dit werkt. Ik heb nu ook maar weer wat gedaan. Het is niet stom hoor. Het enige jammer vind ik aan dit broekje is dat deze kant er maar wit is. Dus dan zie je het heel erg of zo. Je ziet echt zo'n soort witte lijn hier. Dus dat vind ik het enige jammer. Maar ik vind het kleurtje echt bizar leuk. En als laatste natuurlijk de cover-up. Dit is een broek volgens mij. Dit is dus zeg maar zo'n cover-up broek. En dit vind ik zo leuk over een bikini heen. Echt love it. Dit vind ik echt heel leuk voor Barcelona. Ik doe echt alsof ik een week naar Barcelona ga. Ik ga echt 4 dagen, maar maakt niet uit. Hij is een beetje aan de grote kant. Ik had beter, nou ja, het kan wel. Ik had misschien wel een beter maatje kleiner kunnen nemen. Een maat kleiner moeten hebben. Ik heb volgens mij maat M. Maar ik vind het wel heel mooi. Ik vind dit dus zo leuk. Hij is een beetje aan de wijde kant hier. Maar kijk hoe mooi die van achter zit. Ik vind dat zo leuk. Dit zou ik wel gewoon aan kunnen doen naar varen. Dat je gewoon even zo'n broekje eroverheen aan doet. Dan heb ik als laatste nog een paar hakken. Maar dit zijn sleehakken. En deze had ik nog helemaal niet. En ik heb ze gewoon, ja, in het zwart. Heel simpel. Maar wel chill. Ik hoop dat ze lekker lopen en dat ze goed zitten. Oké, ik heb de hakken aan. Ze zitten eigenlijk heel erg chill. En omdat ze dus best wel een soort hoog plateau hebben hier in het begin. Ja, voelt het helemaal niet alsof je op een hele hoge hak loopt. Dus dat vind ik heel erg chill. En ik denk dat ik daardoor ook echt heel erg lang op deze bad boys kan lopen. Ik denk dat ik hier echt wel gewoon een hele dag op zou kunnen lopen of zo. Ik vind ze ook echt chill zitten. Alright, nou dan waren dit al alle items. Het zijn echt ontzettend veel. Ik zeg al alle items, maar ik heb hier echt een zweet en zwoeg om alles aan jullie te laten zien. Maar er is echt geen één item waarvan ik denk, nee. Ik vind ze zo leuk. Echt alle jurkjes zijn top. De hakken heel blij mee. Wil je nou iets shoppen? Check of course beschrijving met alle linkjes, maten. Weet ik het allemaal. Je vraagt heel vaak aan mij hoe lang ik ben. Ik ben 1,70 meter. Dus gemiddeld eigenlijk. En wil je wat bestellen? Vergeet natuurlijk niet de kortingscode te gebruiken. 115 Sarah Q2. Geldig tot eind september. En is het nou eind september dat je dit kijkt? Staat in de comments een update met de nieuwe kortingscode. Ik hoop dat je net zo genoten van de video als ik. Heb je er van genoten? Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Geef een blauw duimpje omhoog als je zeker wat gaat bestellen en mijn kortingscode gaat gebruiken. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. Rode knop, support your girl, you know. En volg me op Instagram, is @sarahverwoerd. Hier plaats ik vaak updates over mijn YouTube kanaal. Ja, zie je vaak genoeg items van de shoplogs terugkomen. Ook zijn stijl en weet ik het allemaal. Ik hoop dat jullie het dan heel erg leuk vonden. En ik ben heel erg bedankt voor het kijken. Altijd weer veel liefde als jullie video afkijken. Comment een blauw hartje in verband met mijn nagels. Als je tot
dit punt hebt gekeken in de video. Lijkt me heel erg leuk om te weten. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!